Dag allemaal en welkom in het Estadio Azteca. Waar we uitkijken naar een interessante wedstrijd. Zoals u gewend bent, komt het commentaar weer van Jeroen Guter en Siert de Vos. En we hebben een vriendschappelijke wedstrijd op het programma. Een interland. Dit is Mexico tegen Duitsland. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, Siert. Laten we maar snel beginnen. Dit zijn de 11 spelers waarmee de coach van de thuisploeg gaat beginnen. Hier zien we in welke formatie de trainer de ploeg het veld instuurt. Dat lijkt een echte 4-3-3 te zijn geworden. Lekker aanvallend met ouderwetse vleugelspelers die de flanken bestrijken. Er is al veel voetbalhistorie geschreven in het Estadio Azteca van Mexico-stad. In 1968 werden er Olympische voetbalwedstrijden gespeeld. In 1970 en 1986 speelden ze hier de finales van het WK-voetbal. Ja, dat zijn natuurlijk legendarische wedstrijden, hè? De 4-1 van Brazilië tegen Italië in 70 en in 1986 de finale tussen Argentinië en West-Duitsland. En Maradona scoorde hier natuurlijk ook. Bekende doelpunt, de hand van God, de hensbal in de kwartfinale tegen Engeland, die Argentinië met 2-1. Dit zijn de 11 waarmee de bezoekers van start gaan. Dit zou wel eens een ouderwets interessante potvoetbal kunnen worden, met zo'n klassieke 4-4-2 opstelling hier. Nou ja, laten we het hopen, hè. En laten we hopen dat die buitenste middenvelders de ruimte vinden om mooie loopacties te maken over de flanken. En Mexico levert de bal in. De doelman komt ertussen en knalt de bal naar voren. Guti. Hij neemt het schot. En hij raakt hem hard, ongenadig hard. Ja, maar iets te onnatuurlijk. Ja, dat zie je vaker. Hè? Dat gaat dan ten koste van de precisie. Nog steeds in aanval. Gaat hem schieten. Ja, hij zit van zo ver. Het is niet te geloven. Heerlijk. Ah. Wat een dreun, zeg. Ja, dit is een schitterend afstandsschot. Er zijn weinig spelers die dit kunnen, hoor. Uitstekend gedaan. En hier, vanuit dit perspectief. Langzaam maar zeker begint de frustratie toe te slaan bij de coach. Zijn ploeg moet echt beter gaan spelen, want anders wordt dit een nederlaag. De score is geopend. Het is 1-0. Gebruikt goed zijn lichaam. Balbezit weer kwijt. Overtreding en vrije trap, maar daar blijft het verder bij. En daar is de gelijkmaker. Nou, die liet niet
liet heel lang op zich wachten. Nou, ze kwamen vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar heel snel is het weer rechtgezet. Ze laten er geen gras over groeien en neutraliseren die tegentreffer van daarnet direct met een tegengoal. Hier tonen ze dus echt karakter, heel sterk. Nog eens herhaald vanuit een andere positie. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Hij pakt de bal en begint aan uiteren. Doelman ertussen, het spel gaat verder. Schmitz. Kevin Volland. Kevin Volland. Friedrich. Marcel Risse. Kevin Volland. Regenpartij aan de bal. En start die brommer maar. In het midden van de 16. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Ja, veel beter kun je hem niet geven. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van deze voorzet. Die was perfect op maat. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. Duel gaat verder. Met Duitsland nu in de achtervolging. Kevin Volland. Marcel Risse. De verdedigers kijken toe hoe de tegenstander de bal rondspeelt. De verdediging blijft wel geconcentreerd. De bal gaat goed rond. Het is een rondo. Uitstekend samenspel. Daar stoopt Job aan de zijkant. Voor een voorzet. Speelt de bal terug naar hem. Nou, wat kan hij hiermee? Vervolgt zijn weg naar het doel. Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Nu snel eruit komen. Ja, hij neemt hem. De bal raakt de lat. En daar eindigt de aanval. Ja, dan was de voorsprong bijna verdubbeld. En ik denk dat het dan toch een andere wedstrijd was geworden. Maar die inzet komt op het aluminium. Tot teleurstelling van de speler en tot opluchting van de keeper. Schot is onderweg. Hard geschoten, maar net niet in het hart geraakt. Want de bal gaat net naar zijn doel. Ja, het scheelde heel weinig. Wel een goede poging. Is alweer Reva aan de bal. Hij ontsnapt, hij moet scoren.
moet eerlijk zijn, dit soort kansen moet je benutten. Ze hadden nu 2 doelpunten voor kunnen staan. Ik heb het idee dat ze daar nog spijt van gaan krijgen. Want deze had gewoon moeten zitten. Dan speel je een heel andere wedstrijd. Marcel Risse. Kevin Volland. Ze laten de bal rustig rondgaan op zoek naar de gelijkmaker. En hij komt eruit met de bal. Hij grijpt in en verijdelt die aanval. Even lucht. Speler in balbezit onder druk gezet. Dat leidt tot een vrije trap. Ze geven de bal weg. Daar gaat Mexico op naar het vijandelijke doel. Oh, wat een kans! Schitterende redding, ontzettend, wat een reflex zeg. Nou, op de tribune stelden ze hem al. Wat een grote kans was dit. Hoekschop wordt voorgegeven. Het gevaar is nog niet geweken. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Maar het is wel verbijsterend om te zien hoe het allemaal misgaat. Hè? De bal niet goed weggewerkt. Maar dan vooral het gepruts. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Puur prutswerk en dan roep je de ellende over jezelf af. En we hebben nu een stand van 3-1. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. En voor die actie komt er een vrije trap. Kevin Volland. Daar had hij voor kunnen fluiten. Maar heel goed, hij geeft hier voordeel. Komt er een doelpunt aan? Kevin Volland. Verdediging, let goed op. Er ligt een counter op de loer. En nu snel schakelen voor de counter. Moet nu een vervolger aangeven. Een hele belangrijke verdedigende actie. Hij zit er goed tussen bij die pas. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ah, jammer. Zo'n zonde van dat lopje. Dat had toch een mooi doelpunt kunnen zijn. Ja, zie je, het idee was goed. Maar hij raakte hem net even te hard. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. De scheidsrechter zegt dat dit de laatste waarschuwing is. De volgende keer trekt hij een kaart. Oppassen dus voor deze speler. Kevin Volland. Hier zit muziek in.
Wat een geweldige bal. Het is maar één doelpunt, maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. En dan lopen ze vlak voor rust toch weer een beetje in. Het verschil is nu nog maar één goal. Dat is te overzien. Een andere hoek voor de herhaling. Dat was alweer het vijfde doelpunt. 3-2. Drie minuten blessuretijd. Ah, geen twijfel over mogelijk. Vrije trap. Hij heeft zijn dag. Hij past nauwkeurig vandaag. Kunnen ze dit snel uitspelen? Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ratatatata! Hier zit alles in een plaatje van een omschakeling. Hup, de brommer start. Springen! Tak, 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 tak! Goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze gedaanloos toe. Ah, dit is een goal waar we voorlopig geen genoeg van krijgen. Hè? Het begint allemaal bij die prachtige paas waarbij de bal precies op de goede plek terecht komt. Daardoor staan ze met z'n tweeën tegenover de keeper. En dan wordt het wel heel makkelijk om de bal in het doel te deponeren. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. De scheidsrechter fluit af. We zijn halverwege deze wedstrijd. En voor een vriendschappelijk interland is het een leuke pot. Absoluut. Het is hartstikke leuk. Al gaat de wedstrijd verder nergens om. Dit is waar we voor naar het stadion komen. Er is van helft gewisseld en Duitsland heeft afgetrapt. Friedrich. Kevin Volland. De verdedigers kijken toe hoe de tegenstander de bal rondspeelt. De verdediging blijft wel geconcentreerd. Er wordt een vrije trap gegeven. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Dit noemen we een hele lekkere vrije trap. Ja, en van een hele behoorlijke afstand. Hè. Knap geschoten hoor. Daar moet je eigenlijk een beetje geluk bij hebben. En hij komt eruit met de bal. Alsnog een gevaarlijk moment. En daar is het doelpunt van Mexico. Ja, we hadden erop gerekend. Hij zat eraan te komen. Maar dat neemt niet weg. Hij is erg mooi hoor. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De zoveelste aftrap na een doelpunt. 5-2. Kevin Volland. Mooi trucje zeg!
Circus Koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. De trainer van de bezoekers gaat wisselen. Klopt, zie het. Hij besluit een speler op het veld te gaan vervangen. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. En nu snel schakelen voor de counter. Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, inderdaad. Hij wordt belaagd, maar weet die bal goed te verwerken. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Toch de schietkans. Die paas had hij eerder verwacht. Die doelman moet opletten. Ja, die moet erin. Met een volley geschoten. Ja, Koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Dit is natuurlijk een prima uitgespeeld doelpunt. Het begint met die knappe bal voor. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Wat een score, zeg. 6-2. Saai is het niet. Fluit hij? Nee, hij fluit niet voor die tackle. Nee, het is een voordeelsituatie. Het team kan nu uitbreken. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Dit was zo'n typische 2-tegen-1 situatie. Twee aanvallers tegenover de keeper. En die situatie hebben ze perfect benut. Inderdaad, geen egotripperij in dit geval. Gewoon netjes de bal afleggen en goal. Prima doelpunt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Kevin Volland. Einde aanval. Er wordt gefloten voor buitenspel. Het is tijd voor een wissel. Kevin Volland maakt een mooie onderschepping bij die paas. Zo te zien vindt de keeper het een beetje saai in zijn eigen doelgebied. Hij blijft maar lopen. Bal verloren. Erik Gutierrez. Hij gaat het proberen. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hattrick.
Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. Er is sprake van een duidelijk krachtsverschil in deze wedstrijd. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. No problem, geen probleem voor de doelman. Goeie tackle van de doelman. Wat een gekkenhuis. Deze doelman is nu wel heel ver. Wat doet hij nu? Ik heb een blackout. Nee, hij heeft een blackout. Gewoon ingeleverd die bal. Kevin Volland. Dit biedt mogelijkheden. Met dit doelpunt wordt de achterstand iets kleiner. Toch denk ik, als je dit ziet, dat het wel echt voorkomen had kunnen worden, die doelman. Het is houdbaar. Ja, maar hij staat hier duidelijk uit positie. Als hij op de goede plek staat, dan pakt hij die bal. En we gaan weer aftrappen. Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt. Nou, ik ben blij voor die supporters dat hun ploeg hier even een goaltje meepikt. Anders wordt het zo'n kansloze nederlaag. Ja, maar een nederlaag is een nederlaag. Het geeft nog een klein beetje glans. Maar al met al is het voor hun natuurlijk toch een treurige dag. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Alleen de doelman nog voor zich. Ja, die is raak. En daarmee zijn ze een doelpuntje dichterbij gekomen. Ja, maar goed, zie het. Ze staan nog steeds een heel eind achter. Maar elke goal is er. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Schitterende treffer. Ach, kijk eens. Er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Ja, veel beter kun je hem niet geven. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van deze voorzet. Die was perfect op maat. En die wordt vervolgens ongenadig hard binnengeschoten met de volley. Ja, de keeper kon er met geen vinger meer bij. Wat een prachtige goal. Ze spelen hier ver onder hun niveau. De hele wedstrijd al. En de coach die zit zich echt op te vreten. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Mooi afgeschermd, die bal. Hij schermt de bal af. Dominique Koor. En de scheidsrechter fluit niet. Geen voordeel na die onreglementaire tackle. Wat een schitterende redding, zeg. De bal komt voor het doel en dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Die bal mag erin.
Ratatatata! Die is raak en we zien maar weer eens hoe het loont om hoog druk op de tegenstander te zetten. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel in de problemen. En dan zie je wat het oplevert. Ja, wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar dat echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van dien. Het is een bijzonder slot. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Dit doelpunt is als een klein lichtpuntje op deze gitzwarte dag voor de supporters. Alles beter dan roemloos ten ondergaan. Ja, dit team heeft de hoop op een goed rit. Een kans om te scoren. Hij gaat voor de stift. Scheelt niet veel hoor, op de lat. Dominic Kor. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee, hij geeft voordeel. Goede beslissing. Goed de bal heroverd op de eigen helft. Nog 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. En daar gaat toch een mooie kans verloren hoor. Maar hij stond net buiten spel. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Weer ingeleverd. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie hoor. Ah, ongelooflijk ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Dit is een prima uitgespeeld doelpunt, Siert. Kijk, het begint met een geweldige paas. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Die paas had hij eerder verwacht. Oei, dat scheelde maar een haartje. Maar hij wordt buitenspel gegeven. Zag er wel gevaarlijk uit. Dominic Kor. Kevin Volland. Komt hij tot een schot? De grensrechter wijst naar de cornervlag. Bal wordt voor het doel gebracht. Nee, net mis. Terwijl hij toch echt zijn best deed om hem net binnen de palen te plaatsen. Ja, dat is toch een kans weggegooid, hoor. Van zo dichtbij niet scoren, dan gaat er wel iets heel erg mis. De scheidsrechter geeft ze een corner. Gezang klinkt vanaf de tribunes. Het zijn de fans hier die, zo te horen, zeer te spreken zijn over de manier waarop hun team vandaag staat te spelen. Inderdaad, ze leggen een puikenpartij op de mat. Dat kun je aan hem overlaten. Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. Vrije trap op een interessante positie. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Ondanks de achterstand blijven ze toch op jacht naar het doelpunt. En dat is goed om te zien.
Maar het is spectaculair hoor, moet je kijken. Hier, die vrije trap, die lijkt in eerste instantie toch over te gaan. Maar dan op het laatste moment daalt de bal en gaat hij er heerlijk in. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Dit levert ze een hoekschop op. Bal naar het midden. Hij kopt deze kansen over. Dat scheelt bijna niets, maar helaas net wel genoeg. Ja, die moet naar beneden. Daar zit hij waarschijnlijk. Het enige wel zonder de zwaartekracht. Nou, zeg, ze hebben een abonnement op hoekschoppen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Jammer, maar hier worden ze niets wijzer van. Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zegen.